Dag meneer Seder. Ja, goed. En u? Ja, gaat goed, ja. Ik wil u als allereerste complimenteren over het feit dat u in de tijd Kamervragen gesteld heeft over jeugdzorg met betrekking tot waarheidsbevinding. Vind ik belangrijk. Is het ook. Ja, dank u wel voorzitter, want de ervaring leert wel, en ben ik met de heer Ruimakers eens, dat er wel heel veel zorgen zijn bij ouders. En dat gaat met name over de vraag, wanneer vindt er waarheidsvinding plaats? In de praktijk merk je dat zozeer wie gelijk heeft als het om ouders gaat of een situatie secundair is aan de primaire vraag, wat heeft het kind nodig? Echter is de vraag wat waarheid is en wie dat onderzoekt natuurlijk wel een wezenlijke vraag om die primaire vraag te kunnen beantwoorden. Alleen in de praktijk merk ik dat wie dan op zoek zou moeten gaan naar de waarheid, dat onduidelijk is of onnodig wordt geacht. Ik zou aan de minister willen vragen, is hij het ermee eens dat waarheidsvinding een belangrijke rol zou moeten spelen in een dergelijke procedure? Zo ja, bij wie dat dan belegd zou moeten worden? En ik vraag me ook af of de minister vindt of de rechter niet aan de voorkant wat meer instrumentarium zou moeten krijgen om zelf ook wel tot een bepaald oordeel te kunnen komen, om te voorkomen dat een kind per definitie al in een bepaald traject wordt geplaatst zonder dat duidelijk is wat de zorgvraag precies is. En nou vraag ik me af, waarom heeft de ChristenUnie met die motie laatst om het direct... Van de PVV. Is dat de PVV-motie geweest? Om het gelijk te regelen. Die 1675 kinderen, ja. Gestemd. Ik heb daar tegen gestemd, omdat het niet aan het kabinet. Een kabinet kan niet zeggen dat het kind gaat nu terug. Net zoals een kabinet niet kan stemmen. Iemand die te dood veroordeeld is, nou, die gaan we eruit halen. Of iemand die het levenslang heeft gekregen, dat gaan we eruit halen. Dat moet een rechter doen. Voor mij is het belangrijk dat al die kinderen waar die onterecht uit huis gepast, dat ze terugkomen. 100%. Alleen een kabinet kan niet per motie zeggen, die moet terug, dat kan niet. Wat we wel gezegd hebben, terwijl we al een tijdje geleden gezegd, al die zaken moeten opnieuw aan de rechter komen. Helemaal mee eens. We krijgen allemaal een rechter. Is geld beschikbaar gekomen dat ze ondersteuning krijgen. Dan moet de rechter naar die zaak kijken. Dat gebeurt nu ook. Ik heb ook een motie ingediend. Behandel deze kinderen met voorrang. Dat is ook aangenomen. Dat is positief in ieder geval. Zeker. En dan moet de rechter zeggen, ik heb toen een machtiging afgegeven. Ik kijk nu, dit klopt niet. Ik trek hem in. Als wij op de stoel van de rechter gaan zitten. In dit geval denk je, nou, dat kan misschien op heel veel andere gebieden zouden tot heel veel ongelukken leiden. Dus daarom heb ik tegen die specifieke motie gestemd, omdat die zegt, overheid, we gaan even regelen dat kinderen die overal zitten, het kabinet bepaalt even, die moeten nu terug. Dat kan niet, dat moet via een rechter. En dat moet ook lopen, dus dat is de reden. Heb ik een vraag, want je kan natuurlijk ook hetzelfde onderzoek doen, terwijl ze wel bij de ouders zitten. Want er is reden om aan te nemen dat er dingen misgegaan zijn. Eens, maar ik ben 6 jaar lang advocaat geweest, ook in de jeugdzorgzaken. Als ik een ouder heb die naar mij toe komt en zegt dat ze een fout gemaakt, wat ik direct doe, start direct een procedure, een kort geding. Dus binnen 2 weken heb ik een procedure. En dan zeg ik de situatie, sorry? Zeg ik, die situatie is nu zo, binnen 2 weken, dat de omstandigheden zijn zo veranderd, het kind moet nu naar huis. En als het zo is, dan gaat de rechter ook zeggen, nou, dat, ik zie het nu, het kind kan voorlopig bij de ouders thuis blijven, in afwacht van ons. Dus dat kunnen advocaten al. Ik heb het ook jarenlang gedaan. Dus ik ben het helemaal met jou eens, daar waar het kan moet het ook gebeuren, maar die dingen kunnen ook. Dus wat ik ook tegen al die ouders zeg, en ook tegen die advocaten, doe je werk, zorg dat je direct een procedure start, en niet een lange procedure, een korte dingprocedure. Binnen 2 weken sta je bij de rechter, en die 1675 kinderen speelt al een jaar. Zaken zouden allang voor de rechter moeten komen. Als een advocaat hebben, ik heb ook nu gepleit voor een motie dat iedereen graag zijn advocaat kan krijgen. Dat is soms ook een probleem. Dus ik doe er alles aan om te zorgen dat de rechter zo snel mogelijk die kinderen thuis kan krijgen. Het moet wel via de rechter. Meneer Kuzu zegt, die zegt dat de kabinetten Rutte aan één schakeling van schandalen zijn. Maar ik moet zeggen, dit vind ik de ergste, maar mogelijk de ergste. Er zijn heel veel erge dingen eigenlijk. Maar er gebeurt heel veel erg. Dit is verschrikkelijk, dat moeten we ook herstellen. Dat vind ik ook echt. Maar ik heb 6 jaar in de advocatuur gezeten. Wat de snelste manier is, zorgen dat al die zaken snel voor de rechter komen. De rechter ziet dat het niet klopt, want er zijn ook zaken, dat vind ik heel pijnlijk, maar zullen sommige zaken zijn waarbij het kind niet meer terug kan. Dat vind ik heel pijnlijk, maar ja, dat heb je in sommige gevallen. Begrijp wat jij wil zeggen. Nee, maar dat is het eerlijke. Ik vind het heel tof dat je me te woord hebt gestaan. En ik vind het jammer, want
ik maak me veel zorgen over wat er met die kinderen gebeurt. Vandaar. Ik ook. Daarom hebben we nu een motie ingediend dat binnen 6 weken er een crisisaanpak moet komen. Om ervoor te zorgen dat die kinderen in ieder geval geholpen worden. Ze hebben nog 4 weken het kabinet. Ik zit er ook scherp op. Alleen die motie vroeg iets wat gewoon niet kan. De intentie is goed, maar wat ze vragen kan gewoon niet. Dus vandaar.